Even installeren. Het is vandaag dinsdag 6 februari 2023. Nee, 7 februari 2023. Dus dit is mijn 7e februari filmpje. Ja, het is dinsdagochtend, 11:30, eind van de ochtend. En het is heel lekker zonnig. Het is heel mooi weer. Het begon heel mistig vanochtend, maar het is lekker opengetrokken. Ik heb mijn koffietje ook al op. Die heb ik net lekker in het zonnetje in de tuin opgedronken. Heerlijk. Ja, en ik heb een rustig dagje vandaag. had een onverwacht hele gezellige maandagavond. Maar die maakte wel dat ik iets korter heb geslapen dan ik eigenlijk zou willen. Dus ik heb een beetje een duf hoofd. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan vandaag lekker rustig aandoen. Ik heb al zoveel mogelijk aan mijn avondeten gedaan vanochtend. Ik heb geen afspraken vandaag overdag. Vanavond wel, maar overdag niet. Dus ik heb alle tijd. Mijn kinderen moeten allemaal tot laat naar school. Dat is ook wel eens lekker. Nee, ik heb hele leuke kinderen. Maar vandaag komt wel goed uit dat ze allemaal laat thuis zijn. Ik ga gewoon lekker breien. En ik ben natuurlijk bezig met mijn grote reorganisatie van mijn garen. Gisteren was ik al mijn bolletjes aan het stapelen. Bolletjes katoen en linnen. Die bleven echt voor geen meter liggen. Dus die heb ik. Ze gaan yarncaken. Ik ben ze allemaal aan het opwikkelen met mijn wolmolentje. Tot yarncakes. Dat heeft twee voordelen. Ten eerste, het is mijn intentie om alle garens die ik heb op één plek te verzamelen. Maar toen ik gisteren al die bakken naar beneden haalde, dacht ik, oeh, dit is wel heel veel. Gaat het ooit passen? Maar die yarncakes, door van sommige bolletjes yarncakes te maken, wordt het wat compacter. Kun je het nog wat mooi beter stapelen. Zo'n rechthoekige vakje in de kast kan dan optimaal benut worden en het blijft beter staan. Dus ik ben gisteren begonnen met wikkelen. Het is een eindeloze klus. En ik dacht, ja, wil ik dit echt? Wil ik zoveel tijd besteden aan bolletjes, garens waarvan ik niet eens zeker weet of ik ze ooit ga gebruiken? Maar toen dacht ik, ja, dit wil ik echt. Want ten eerste ziet mijn kast er straks hopelijk heel erg leuk uit. Ten tweede heb ik alles overzichtelijk op één plek. En ten derde, en dat vond ik wel echt een hele leuke, toen ik nog als handwerkjuf op de vrije school werkte. Ik heb geen vrije schoolachtergrond, helemaal niet. Mijn kinderen gaan daarheen. Maar ik weet er verder eigenlijk niet zoveel van. Inmiddels wel een beetje natuurlijk. Maar ik ben als handwerkjuf gaan werken op de vrije school. Ze hadden gewoon iemand nodig. En ik was juf, gewoon uit het regulier onderwijs. En ik was helemaal gek van handwerken. Dat uiteindelijk toen ze niemand konden vinden, ben ik in dat gaatje gesprongen. Maar van de antroposofie en het vrije schoolonderwijs wist ik eigenlijk heel erg weinig. En ik weet nog dat ik heel vaak de pauzes gebruikte om bolletjes wol op te rollen. En te ontwarren als er weer kinderhandjes een grote puinhoop van hadden gemaakt. En ik had één collega en die zei altijd van ja, maar dit soort dingen, bolletjes wol opwikkelen, ontwarren, dat is heel goed voor je eterlichaam. Nou ja, je eterlichaam, ik ga dat allemaal niet helemaal uitleggen. Maar dat is het gedachtegoed van Rudolf Steiner. De opbouw van de mens. Laten we het ophouden. Heel simpel gezegd, zo is hoe ik het zie. En of dat klopt, weet ik niet. Maar dat is, je eterlichaam is eigenlijk het laagje energie wat om je heen zit. Maar wat je niet kunt zien. Maar wat er wel is. Ik vind dat wel een hele aangename, prettige gedachte. En ik vond het heel leuk dat hij dat toen zei. Want ik voelde gewoon dat hij gelijk had. Ik vind altijd dat soort klusjes, dus bolletjes wol opwikkelen of iets uit de knoop halen, dat voelt altijd, nou, het wikkelen helemaal. Uit de knoop halen vraagt misschien weer iets anders van je, maar dat voelt altijd zo lekker. Alsof een bepaalde energie daarmee aangevuld wordt. Nou ja, en volgens zijn theorie en volgens de theorie van Rudolf Steiner zou het dan dat zijn.
Maakt me ook niet zo heel erg veel uit wat het is. Maar ik was me er niet bewust van. En nu weet ik dat ik dat lekker vind. Ik vind het heerlijk om, ja, om bolletjes op te wikkelen. Om, natuurlijk met mijn wolmolentje gebruik ik een gereedschapje. Hè? Dus dat is dan weer anders dan wanneer je het helemaal met je handen doet. Maar goed, ik heb nu die yarncakes nodig. Maar ook het uit de knoop halen. Het uit de knoop halen van zo'n garen. Ja, ik ben niet de meest geduldige persoon, zeg maar. Maar het uit de knoop halen of ontbarren of ontrafelen. En dat dwingt je dan dus. Als je daar gefrustreerd van wordt, dan lukt het natuurlijk niet. En dan wordt het alleen maar erger. En dan heb ik ook wel eens hoor. En dan knip ik het af en dan denk ik, ja, weg ermee. Maar als je gewoon denkt, ik ga dit knoopje eruit halen. En je bent gewoon heel rustig. En je neemt er de tijd voor. En je voelt die frustratie opkomen. En je denkt, nee, ik vind dit leuk. Ik vind het leuk. Ik geniet hiervan. Mijn batterij laat hiervan op. Nou ja, dan ga ik in ieder geval, ga dat dan op een gegeven moment geloven. En dan lukt het ook. En dat geeft zo'n voldaan gevoel. Het geeft zo'n lekker gevoel om iets rommeligs weer netjes te maken. Ik hou daarvan. En dat heb ik dus ook. Je kunt het niet zien, maar al die bakken staan daar nog. Daar hou ik niet van, die puinhoop in mijn woonkamer. Maar ik ga het ook niet elke keer op en neer sjouwen allemaal. Het is voor mij heel belangrijk om dat te zien en iets mee te doen. Maar toen dacht ik ook, oké, ik ben nu met hele kleine stapjes, stap voor stap, ben ik mijn garenvoorraad aan het ordenen, aan het doen. En straks, dat doet dus ook iets met mij, zeg maar. Ik word daar heel rustig van, krijg daar een heel georganiseerd voldaan gevoel van. Ik geloof dat opruimen en ook dus poetsen en gewoon slordige dingen netjes maken, dat doorwerkt in je eigen in je eigen hoofd, wil ik zeggen, maar ja. Okay. Ja. Dus dat. Dat is wat ik vandaag ga doen. Ik hou het lekker overzichtelijk. Ik heb een tas vol met bolletjes heb ik staan. En ik ga even lekker breien. Lekker breifilmpjes kijken. Daar heb ik heel veel zin in vandaag. En ik ga even thee drinken. En ik denk ook wel een extra kopje koffie. Want ik ben echt... ik heb echt gewoon maar heel weinig geslapen. Maar het was helemaal oké, hoor. Het was helemaal oké. Lekker af en toe even buiten zitten, dan weer een bolletje opwikkelen. Ja, zo lekker eenvoudig gaat mijn dag eruit zien vandaag. Ja, heerlijk, heb ik zin in. Dinsdag is mijn lievelings. Hier gaat het mis. Ik heb trouwens al heel veel strengetjes voor mijn erwtenplantje. Die zal ik zo nog even laten zien. Die hangen hier naast me. We hebben af en toe op sommige plekken spijkertjes, weet je wel. Voor als je de slingers op wil hangen. Spijkertjes hangen. En daar hang ik steeds die sliertjes aan. Ik tel ze niet, ik doe maar wat. Als ik denk van nou is die lang genoeg, dan stop ik. En soms, soms vergeet ik dat. Nou, valt mee. Maar ze hebben dus wisselende lengtes. Maar ja, zo is bij zo'n echte plantje ook. En... ja, ik vind het leuk. Het ziet er al heel erg leuk uit zo. En ik ben nog lang niet bij die 40, 50 strengen die ik nodig had hoor. Maar ja, het wordt wel wat. Ik zal het even laten zien.